Lopez, die staat een meter of 15 voor de middenlijn. Als Kuxu zich alweer helemaal terug heeft laten zakken om op te halen. Maar daar is bijna het balletje van zijn voet af laten stuiteren. Waardoor de Jong kan profiteren. Dat lukt niet. Maar in tweede instantie is Kuxu daar wel slordig. Waardoor PSV over kan nemen. Met Simons die naar binnen toe trekt. Geeft dan de bal aan de rechterkant. El Ghazi met een kans. En de goal voor PSV. Oei, oei, oei. Het is de goal voor PSV. Goed uitgespeeld door de Eindhovenaren. Nadat Orkun Kuxu daar twee keer slordig is achter elkaar. Eerst kon hij het nog herstellen met Luc de Jong. Daarna schiet hij de bal tegen een tegenstander aan. Waardoor PSV in tweede instantie over kon nemen. En in de omschakeling de bal van Simons richting de rechterkant. En El Ghazi schiet hem achter wel een Reuter. Zo zijn we 8 minuten bezig in de Kuip. En is er werk aan de winkel voor Feyenoord. Want ze staan achter tegen PSV met 1-0. Een enorme domper. En het roept bij mij ook meteen de vraag op. In hoeverre is Orkun Kuxu vandaag wel 100%? We hebben hem bij de warming-up veelvuldig getest zien worden. Voelde vaak aan zijn hamstring. Tijdens de wedstrijd overigens nog niet gezien. Maar dit is geen moment van de Orkun Kuxu zoals we hem dit seizoen kennen. Draait Gimenez goed weg. Oei, die krijgt daarna nog een tik hoor. Maar het spel loopt door. Jamax komt bijna aan de bal. PSV trapt hem toch nog weg. En Gimenez ligt daar nog steeds geblesseerd. Want die krijgt toch echt een flinke tik te verduren hoor. En gaat Makkelie nu maar even kijken bij Gimenez. Hoe het is en vragen wat daar dan net is gebeurd. De scheidsrechter voelt aan zijn oor. Die zegt ook van, ik ga eens even kijken wat daar gebeurde. Ja, hij wordt dan naar het scherm geroepen. En ben ik dan benieuwd of dat dan een rode kaart zou zijn. Het is ook echt een stevig hoor, op zijn bovenbeen. En dan ben ik benieuwd wat Danny Makkelie gaat doen. Ja, Makkelie heeft gekeken. En zet hij dat been nou bewust door op Gimenez of niet? Dat moet Makkelie nu beoordelen. Hoe bewust doet Obispo dit? Hij loopt wel naar hem toe. Of komt hij ongelukkig terecht? Ja, hij gaat hem wegsturen, denk ik. Af. Of laat hij hem, geeft hij hem het voordeel? Rood. Rood. Obispo rood. PSV verder met 10 man. Moet fijn het oppassen, want die Simons die is rap en gevaarlijk. Gaat er dan ook vandoor. Pedersen erachteraan. Die moet hem daar af proberen te stoppen. Dat lukt in eerste instantie wel. Luc de Jong neemt over. Lastige bal naar de rechterkant van Feyenoord. Moet Bujau opletten. Ruimte om te schieten. Oh, 2-0. Jongen, hoe kan dit, joh? Hazard. Het is Hazard. Die daar ruimte krijgt om uit te halen. En die bal schiet hij dan in de hoek achter Wellenreuter. Is dit echt wel een enorme dreun voor Feyenoord hoor. Feyenoord moet die 1-2 snel maken. Dan is er misschien nog wat mogelijk in de absolute slotfase straks. Wiever speelt de bal. Loopt de bal in de voeten van Pedersen. Pedersen weer terug naar Wiever. Kuxu gebaard. Spelen maar naar Geertruida. Maar Wiever slingert hem hoog naar Idrissi. Neemt hem knap aan. Links van 16 meter gebied. Is er ook langs. Goeie actie. Nu hoog voor. Ali Reza! Yes! 1-2! Ali Reza Jamax komt er binnen. En dus maken we ons op voor een lekkere spannende slotfase nog. 10 minuutjes, blessuretijd. Ik denk dat Feyenoord op koers ligt. Om in ieder geval die gelijkmaker te maken. En wellicht meer dan dat. Maar de 1-2, die is in ieder geval raak. Kopbal, Ali Reza. Feyenoord is teruggekomen op 2-1. Ingooi voor Feyenoord weer. Wordt snel genomen. Idrissi naar Kuxu. Kuxu naar Idrissi aan de linkerkant. Halverwege de helft van PSV. Idrissi die daar veel dreiging verzorgt aan die linkerkant. Gaat naar Jaanbaks. Ruimte voor het schot. Ali Reza op de paal. Heerlijke invalbeurt van Ali Reza. Ja, een baks is dit zeg. Hij rost hem via de paal binnen. En Feyenoord komt op gelijke hoogte. Maar Makkelie voelt aan zijn oor. En dan zou de Kuip toch gek worden. De aftrap mag genomen worden. Het is 2-2 door Ali Reza. Ja, een baks.